Ze staart een beetje naar haar eigen voeten, zoals jullie zien. Olly! Olivia! Hey, mommy! Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben net wakker en het is vrijdagochtend. Ik heb geen make-up op, zoals jullie zien. En ik heb de hele ochtend al gewerkt. Het is nu 11 of 12 uur, denk ik. En ik heb mijn hele e-mail-inbox geleegd. Dus dat is echt een chill gevoel voor het weekend. En ik moet wel zeggen dat ik heel erg moe ben. Van afgelopen tripjes en weinig thuis geweest. En heel weinig slapen. Dus ja, ik ga lekker even lunchen met Sander thuis. En dan Olivia is op de crèche. En dan onze koffers inpakken, want vanavond gaan we op het familieweekend van Sander. Dus daar heb ik super van zin in. Ik ben aan het opruimen. En inpakken. En het meest langlendig ever. Maar goed, ik kreeg een pakket binnen van Miss Sony. En daar zat deze super leuke trui in. Die ik meteen heb aangetrokken. En denk ik ook aanhou vandaag. En deze super awesome mooie jurk. Noor, wat gaan we doen vandaag? Ik heb al verteld wat we gaan doen. Wat gaan we doen dan? Naar het familieweekend. Ah! Hoe mooi is deze jurk? Nou, dat mag je niet laten zien. Hoe mooi is deze roos? Het was een heel mooi experiment van mij. Black rose. I'm gonna drink it. Okay. Ja, ik ga verder in. Oké, lieve mensen van de vlog. Ik wil even laten zien wat het echt betekent om met een vlogger te gaan. Fashion blogger. Dat betekent nee, dit? Don't show the people. Dit? Is ons washok. Dat betekent, ja, onze, ik bedoel, ik weet niet wat ze wel filmt of niet filmt. Mijn opgeruimde kast film ik. Ja, opgeruimde kast. Ik bedoel, het enige wat nu opgeruimd is, is je kast. Omdat de rest, I mean, look at this. This is like, who lives like this? Anyway. Love you. De kast is wel heel mooi. Ongelooflijk. Wat ben je blond? Wat heb je gedaan? Oh my god. Wij zijn in de auto en we hebben lekker Starbucksje gehaald. Caramel frappuccino. En een croissantje voor de cutie. Wat zeggen we dan? En ik ga mijn riem vast doen. En dan gaan we. Gaat ons familieweekend beginnen. Hey, goedemorgen. We hebben zo'n verschrikkelijk moeilijke nacht gehad. Dit is onze slaapkamer. Dus wij zijn letterlijk van het meest luxe hotel van Parijs. En hier. Dit is Noor, of tenminste wat er van over is. Kijk daar, Benja. Olivia. Oké, guys, good morning. Ik ben inmiddels ook wakker geworden en Olivia ook. En we hebben heel weinig geslapen vannacht. Want er waren mensen in de boot naast ons echt al heel laat aan het partyen en het was super gorrig. En alle baby'tjes gingen op een gegeven moment huilen. En ja, dat. Maar het was super gezellig. Maar haar lijkt wel geel door. Ik heb zo'n geel plafond. Nu zijn we aangekomen in Terschelling en we gaan hier lunchen. En hier ook slapen. En dan morgen varen we weer terug naar Harlingen. En dan ga ik naar au pair. Hey, liefje. Thank you.
Roeilijn los. Mooi hè, Olly? Zee. Het is een zee, hè? Zee. Zee. Mooi hè? Ik zit weer in de auto. Alleen dit keer met make-up op en omgekleed en SME's aan het rijden. En we gaan naar open air. Heb je er zin in? Yes. Lekker dansen. Lekker dansen. Het is wel echt super lekker weer. Ze hebben echt gelukt, zeiden we net ook al. Dus we gaan Monica even zoeken. Die is er ook. En ja, jullie zullen het zo wel zien. Ik ben weer thuis en ik heb heel veel snoep meegenomen voor Sandy. Want ik was nog niet dik genoeg. Zure hey, snoepjes. Ik moet wel iets bekennen aan M&M's. De vlog. Aan de vlog? Ja, nee, vertel. Nee, jawel. Nee. Jawel, de vlog wil het nu weten. Nee. Jawel. Nee. Anders is het uit. Nou, dan is het maar uit. Vertel. Ik zeg het. Zeg. Nee, ik wil het niet. Misschien over een tijdje. Waar zal dan? Nee, herkent ook wel. Why not? In ieder geval, het was gezellig. Ik heb Lizzie nog even gezien ook. En Mo. En Mo heeft een netje Femke, die is ook super lief. En Gio. Dat heb ik nog meer bekenden gezien. Nee, het was gezellig met Esmee. Hoe is de muziek? Ja, leuk. Het is een paar uurtjes later en wij hebben net naar het Benefiet concert gekeken van Ariana Grande in Manchester. Jullie hebben dat waarschijnlijk ook allemaal gezien, dus dat was wel echt heel heftig. En ja, nu gaan we lekker naar boven. Iets luchtigs even kijken misschien. Oh ja, leuk. Mother Family. Een barnetje. Dit is zo ongepast. Het is gewoon... Ik vertel gewoon over dat concert van Ariana Grande. Net echt zitten huilen een uur en dan maak je zo'n opmerking. Ja, maar dat helpt. Dus zeg maar. Humor is de beste way to overcome trauma. Oké. Okay. Of zullen we gewoon echt een pornetje gekeken? Ik ben wel echt heel blij dat je om je eigen grappen kan lachen. Eerlijk. En als niemand het doet, dan doe ik het wel. Ja.
is goed. Nou, we gaan naar boven jongens en slapen. En ik zie jullie morgenochtend. Goedemorgen. Het is maandag en ik ben best wel laat naar bed gegaan gisteren. Om 2:30 uiteindelijk. En ik werd al om 6:30 wakker. Dus ik ben moe. Dus ik ging even in bed liggen met Ollie's ochtendslaapje. Alleen we bedachten ons net dat we bij mijn vader gaan lunchen. Dus ik kan niet in bed liggen. Helaas. Mijn huid is echt super slecht. Ik weet niet of jullie het nu kunnen zien. Maar ik vraag me af of dat door mijn snoepvoeding komt. Of door wat het komt. Maar het is in ieder geval heel slecht. Het is zo lekker om thuis te zijn en in mijn eigen bed te liggen. I love it. Ik ga vanavond ook lekker wassen en opruimen. En nou, ik heb daar echt zin in. En dat soort dingen. Maar goed, we gaan even naar mijn vader. Die woont in Sassheim. Daar gaan we lunchen. En mijn stiefmoeder. En Olivia gaat mee. Bibi is naar Pinkpop geweest dit weekend. Ik heb echt het gevoel dat ik Bibi heel lang niet gezien heb. Kom Bibi vanavond eten, San? Ja. En die blijft dan hier? Ja. Oh, gezellig. Oké, nou. Ik ga mezelf uit bed slepen. En aankleden. Dus ik zie jullie zo. En dit is wat ik aan heb vandaag. Deze trui van Danem. Ik zal linkjes hieronder posten. Ik heb dit ding in mijn haar van... Ik denk van ASOS. Ja. En een broek van, weet ik niet uit mijn hoofd, zal ik opzoeken. En mijn Gucci loafers. Wat vinden jullie ervan? Ze zijn dus lichte roze. Ik weet niet of die kleur wel bij mij staat. Anyways, ik ga naar mijn vader toe. En wij zitten in de auto. Hoi. Wat is er? Ik zei, we zitten in de auto. De vlog. Nog. Ja. Ik heb mijn Gucci schoenen voor het eerst aan, die lichtroze. Maar ik twijfel een beetje over ze. Kijk, ik had het net laten zien. Ik heb wel zelfs een Hershey shirt. Maar jij vindt ze heel leuk, toch? Ja, ik vind ze heel super schattig. Oké. Ik vind deze outfit ook, weet je wel, echt tof. Echt? Ja, want ik hou van blauw met zwart. Dat vind ik een mooie combinatie. Ja, ik hou meer van beige en witte kleuren, dus voor mij is dit... Ja, ik hou meer van... Zwart. Zwart met blauw. Sanne en ik gaan proberen de komende tijd minder snoep en chips te eten. Want zoals jullie weten doen we dat nogal veel. Maar het is dus nu 12:30 middags en ik heb zo'n zin in snoep al. Jij ook? Ja, ik heb wel snoep op. Echt? Ja. Wat dan? Ja, dat hadden we weggegooid. Echt waar? Ik heb uit een vuilniszak gehaald en melk. Echt? Ja. En licht. Ja. Dat is waar. En ik zie hier dit ook staan. Wat is dat? Pringles gisteren gegeten onderweg. Ik mag niet met vallen praten. Nee. Kijk, wij gaan verder rijden. En dit zijn de laatste dagen dat Ollie in die kleine stoel achterin zit. Ze wint er volgens mij ook geen zak meer aan. Ze staart een beetje naar haar eigen voeten, zoals jullie zien. Ollie! Olivia! Hey, moppie! Hi, lekkerding! Hallo! Had je lekker geslapen net? Ja? Wij zijn weer terug in Amsterdam en ik heb een mascara door mijn ogen gewreven, zie ik. En ik heb letterlijk vandaag 4 wassen gedaan en ik denk dat ik er nog zeker 6 over heb. Dus ik heb gewoon 10 wassen liggen. Daar voel ik me echt volwassen door. Vroeger hoorde ik dat je ouders zeuren over dat ze zoveel wassen hadden. Nu ben ik degene met zoveel was. Dus daar ga ik zo even verder mee. En het gaat zo goed met mijn kast. Ik had best wel veel verkocht op die klas het sale. Ik heb al wel weer... Vandaag 2 vuilniszakken eraf gehaald. Ik denk dat we de volgende klas het sale doen op in september ongeveer. Dus dan bewaar ik die items wel tot september, denk ik. En ja, Sander heeft me belachelijk gemaakt in deze vlog. Maar kijk, het gaat allemaal een stuk beter. Dit is alleen dus de was. En mijn kast, waar nog zo weinig in zit. Tenminste, natuurlijk heel veel. Maar vergeleken bij vroeger, kijk... Dit hing helemaal vol, hè. Dit is gewoon het enige stapeltje. Dit zijn mijn t-shirts. Wat ik zeg maar nog over heb qua t-shirts. Dus gewoon een heel lege rek. En dit allemaal. Dit moet ik nog opruimen. En ook broeken en zo zijn allemaal een stuk minder. Dus ja, het gaat goed. En deze hoek, sorry het is heel donker hier, heb ik ook even opgeruimd. Waar mijn tassen en zo liggen. En mijn zonnebrillen. Ik ben alleen mijn allebei mijn lievelingszonnebrillen kwijt. Namelijk die Celine, die zwarte grote. En die achthoekige Ray-Ban. Dus daar baal ik echt heel erg van. Ik heb alles al uitgezocht, maar...
denk dat hier even mijn tassen zit ergens, somewhere. Ik lig in bed en we gaan slapen. En dat was het. Ik zie jullie morgen. Morgen gaat het onweren. Dus ik ben ook echt vet benauwd. En ik zag net in de agenda dat Olivia haar 14 maanden prikjes, ze is wel 15 maanden, maar haar 14 maanden prikjes morgen krijgt. Dus ik hoop dat ze niet veel pijn heeft en dat is zo zielig. Dus ik zie jullie morgenochtend wel trusten. Goedemorgen. Goedemorgen, Olivia. Wij zijn weer terug van de prikjes van Olivia en het ging heel goed. Ze ligt nu te slapen. En ik heb wat pakketjes binnengekregen, dus die ga ik even laten zien. Oké, ik heb een pakketje van Kiehl's. En volgens mij... Ja, dat zijn babyproducten, dus dat is fijn. Want dat hadden we wel nodig. Ik heb een... Oh, deze schijnt heel goed te zijn. Die is voor mij Midnight Recovery Botanic Cleansing Oil. Volgens mij had Monica hierover gezegd dat het heel goed was. Ultra Facial Cream. En dit is Calendula Aloe Soothing Hydration Mask. Die ga ik vanavond even uitproberen, denk ik. En dit is voor Olivia Gentle Hair and Body Wash. Deze heb ik volgens mij al een keer gehad. Die was echt heel goed voor de baby's. Dus dat is pakket nummer 1. En dan heb ik een doos. Een doos. En een doosje. Ik heb hier iets van Bobbi Brown. Illuminating Bronzer. Oh, die is mooi. Mooi kleurtje. Die. En ik heb, volgens mij zit een nieuwe. Zo'n nieuwe verpakking. Een nieuwe Miss Dior. Sander hoorde jullie heel hard lachen op de achtergrond. Ja, dit is een nieuwe Miss Dior. I love Miss Dior. Even kijken. Is dat zo lekker? Ja. Deze. En dan hebben we de L'Officiel. Ik sta elke uitgave overigens in de L'Officiel. Dus jullie moeten dat zeker even checken. En deze maand staat er in mijn Parijs hotspot. Ik zal het even heel snel laten zien. Dit is sowieso echt, I love L'Officiel. Zo'n mooi tijdschrift. Oh ja, hier. Kijk. Superleuk. En hebben we nog meer? Oh ja, deze doos van Monsieur Big van Lancôme. Oh, het ziet er heel mooi uit. Dus je opent de doos, daar staat Are You Ready To Meet? De nieuw corner. De nieuwkamer. Dat is een envelop. Wat grappig. Hier staat 1. Who needs Mr. Right if you can have Monsieur Big? 2. High expectations, low maintenance. 3. Meet Monsieur Big, forget all the others. Dit is echt grappig. Ik ben wel heel benieuwd hiernaar, wacht. Oké, ik ben slightly confused. Dus hier staat, who needs Mr. Right if you can have Monsieur Big. Dan zie je dus een man en een pak en alles. Wat je zeg maar allemaal outfits voor kan kiezen. Dan het tweede doosje staat, high expectations, low maintenance. En deze kaarten, sorry hoor, misschien ben ik heel dom. En dan het derde doosje staat, meet Monsieur Big, forget all the others. En er zitten dan tattoos bij. Dan het volgende is... Turn me over. Oh, it's a new mascara. Wat een super leuk ingepakt pakket. Is dit. En dan zit er in een brow. Oh, eyeliner, mijn is op. Dat is heel fijn. Marker en mascara en brow. Dus die ga ik zo even uitproberen, want ik heb niks op vandaag. Nou, super nice. En ik ga voor deze week de vlog afsluiten. Want het is alweer dinsdag. En morgen komt de vlog online.
Dus heel erg bedankt voor het kijken. Als je nog niet gesubscribed bent, doe dat dan ergens hier. Want ik heb bijna 50.000 subscribers. En dan ga ik weer een maand elke dag vloggen. Dus ik zie jullie zondag weer. Bedankt voor het kijken.